Over nu naar de gasten aan tafel, want ze zeggen altijd de jeugd heeft de toekomst. En dat komt zeker tot uiting met de Youth Talent Award. Dat is een samenwerking van de Rabobank en de Nieuwe Vesten. Dat is ook Centrum voor de Kunsten voor Breda. En dan ook Breda Jazz erbij, die dan denken, hey, tot 25, wij willen ook graag die mensen een podium bieden en kijken wat eruit kan komen. Nou, dan heb je hele mooie opwarmen natuurlijk en dan optreden en dan wordt er een cheque uitgereikt. En de winnares daarvan zit bij mij aan tafel en dat is Heleen Andriessen. Heleen, een hele goede avond. Dankjewel. Ja. Je hebt het niet alleen gedaan, hè, vanmiddag? Nee, zeker niet. Nee. Met een hele band erachter. En de band die heet? Vanavond nog. Dat vind ik zo grappig. Ik denk, ja, waar ben jij? Ja, vanavond nog? Of wat gaat er gebeuren? Ja, nog vanavond nog? Ja, het is best verwarrend hoor, want als je dus in de middag optreedt en je zet je bandnaam erop, dan denken mensen dat het een avond is. Dus maar... Ja, nee. Ja. Dus misschien de band nog veranderen dan of zo. Ja, misschien moeten we gewoon wat bekender worden, dan snapt iedereen het. Want heb je de band speciaal geformeerd ook voor deze Youth Talent Awards? Nee, of was dat niet. Al? Nee, maar we bestaan nog niet zo lang in deze setting, dus we staan nu een halfjaartje. Ze zijn nog niet zo heel lang bezig, maar het was niet speciaal voor het jazzfestival. Maar we waren wel heel blij dat En we... word je dan van tevoren al gecoacht of je schrijft je gewoon in van, joe, we zijn nog onder de 25, wij voldoen volgens mij aan die regels, zet ons er maar eens bij? Nou, ik had eigenlijk een mailtje gestuurd naar de organisator, want wij waren eigenlijk iets te laat. Maar dat kwam omdat we toen nog niet bestonden met deze formatie. Dat is een goede reden, vind ik. Dus, en toen was er nog een plekje voor ons, dus dat was heel erg leuk. En krijg je dan dus ook nog begeleiding van tevoren al, of is het gewoon oké, goed, we bellen wel als we je plek hebben? Nou ja, wij niet. Ik weet niet hoe dat met de andere band zit, maar we moesten dan gewoon wat materiaal opsturen en... Toen mochten we meespelen, dus dat vonden we heel leuk. Dus vanmiddag sta je dan gewoon, je bent onderdeel van het affiche van Breda Jazz. Hoeveel liedjes mag je dan doen? We hebben 7 nummers gespeeld. Sta je daar en dan een beetje zenuwachtig ook, of dacht je dan wel van, oh joh, dit... Ja, nou, ik kan van tevoren heel erg zenuwachtig zijn, maar als ik daar sta, dan vind ik het alleen maar superleuk. En dan zie ik dat podium en het publiek en dan voel ik me heel blij. Dus, laten we even gaan kijken, Heleen, inderdaad. Want we hadden een cameraploeg al die kant uitgestuurd van wie gaat er dan winnen vanmiddag? Want dat moment wilden wij hebben natuurlijk voor Jazz Talk. En dan zie je gewoon inderdaad een heel zelfverzekerde frontvrouw op de bühne staan. Ze weegt de dagen in haar hand, schrijft haar gedachten in het zand. Oh, nooit minder dans. Heel de nacht tot de ochtend ontwaakt. Nooit minder dans. Dank jullie wel. De Rabobank Talent Award van 2019. Dat is een band, dat is echt geweldig gespeeld. En ik ben gewoon heel blij dat we hier mogen staan. En ze een mooi bedrag te geven van €600 voor vanavond nog! Gefeliciteerd! Dat is een hele hoop geld natuurlijk, hè? Ja. €600 vanavond nog. Wat zei je? Ik wil hem vanavond ook nog op mijn bankrekening hebben, of niet alleen? Ja, ik ga hiermee naar de Rabobank. Ja, dan uitkijken. Even pinnen. Ja, precies. Maar voor de goede orde, dit kan niet besteed worden aan een hele lading make-up, aan een vakantie naar Griekenland of zo, hè? Nee. Een muzikaal doel. En wat ik in ieder geval met een deel wil gaan doen, is het besteden aan opnames van een... Ja. Nieuwe singles, dat zou heel leuk zijn. Want schrijven jullie zelf liedjes of is het... Het is eigen muziek, ik schrijf het niet. Ik heb iemand die dat voor me schrijft. Maar we zingen dus geen covers, zijn wel eigen nummers. Eigen nummers, dus daar dan mee de studio in gaan. Dat je kunt zeggen, kijk eens wat ik vasthoud, wat er op Spotify, iTunes en zo staat. Ja. Want dit smaakt naar meer. Ik vind echt, als je op de bühne staat al, want hoe oud ben je alleen? Ik ben 22. Nou, je staat daar zo. dit wil ik altijd wel doen. Ja, dat wil ik ook heel graag. Ik vind het echt heel leuk, ja. Dus hoe zou je het in de toekomst zien? Nog echt zeggen van, ik ga muziek studeren, zingen? Nou, muziek studeren wordt al een beetje lastig. Ik heb al 2 andere studies. Maar ik wil gewoon veel meer gaan optreden. En samen met de muzikanten waar ik nu mee werk, liedjes op gaan nemen. En dan grotere festivals
gaan veroveren. Dat zouden we wel leuk. Als je ze nog eens tegen gaat komen en je denkt vanavond nog. Ja, die hebben toch toen, weet je nog, met die €600 dat eerste singeltje opgenomen. Dat gaat misschien wel helemaal viral. Ga je naar de stad in zometeen? Breda Jazz zit er nog niet op voor vandaag. Ja, ik ga nog wel eventjes jazzen, ja. Heel erg veel plezier, dame. En van harte gefeliciteerd. De winnaar dus van de Youth Talent Award. Breda Nu.